Deze maand in Gooi Toog gaan we het hebben over reizen. Ik ga samen in gesprek met Julian Vermaat, die altijd op reis gaat als dat kan. Kennen de mensen überhaupt Gooi Toog? Dat vraag ik ze op straat. En is op vakantie gaan in Nederland nou zo leuk genoeg? Dat vraag ik aan Daan van Veldhuizen. We gaan beginnen! Welkom bij Gooi Toog. Mijn naam is Colin van Leeuwen. Reizen, we doen het allemaal. De een gaat op vakantie naar het buitenland en de ander viert zijn vakantie in Nederland. En wie van mijn gasten denkt dat hij veel reist? Laten we met jou beginnen. Julian. Veel reizen, ja. Ja, wel zeker, denk ik. Ik bedoel, het ligt er natuurlijk aan of het lekker weer is. Of vrienden beschikbaar zijn. Maar als ik tijd over heb, dan pak ik prima een treintje gewoon naar een random locatie. En dat door Nederland of misschien ook door Duitsland of België nog? Ik ben één keer over de grens van Duitsland en België geweest. En waar precies dan? Echt net over de grens. Eigenlijk ben ik de plaatsnaam vergeten. Maar ja. Daar kan je nog net met studenten-OV. Oh. Lekker gratis overheen. En terug. Dat is ergens een beetje in de buurt van het drielandenpunt. En wat betekent reizen voor jou? Vrijheid vooral? Dat is een beetje een lastige vraag om te beantwoorden, denk ik, maar... Ja, precies. Wat? Ik dacht dat je iets wilde vragen. Reis jij veel, Daan? Nou, valt best mee. Binnenkort wel. Almere, of daar in Almere gewoon. Dat is redelijk eind. En voor de rest, ja, met vrienden, maar die wonen op zich redelijk dichtbij, dus het valt best wel mee. En wat betekent reizen voor jou? Ja, denk ook vrijheid, maar het is ook echt absurd duur. Ze moeten het... Ja, het is verhoogd, natuurlijk. Ja, maar het is niet per se dat ze zelf meer geld in stoppen. Ik vind wel dat ze het OV bijvoorbeeld ook meer naar plekken platteland mogen laten rijden. In plaats van dat iedereen met de auto zou moeten. Of met het OV bussen. Moet gewoon goedkoper, want het is gewoon beter en dan kan je gewoon lekker overheen gaan. En reis jij veel dan met het OV, vliegtuig of met de auto? Voornamelijk het OV en jaarlijks als ik op vakantie ga dan meestal gewoon met de auto of met het vliegtuig, dat verschilt. En hou jij ook erbij rekening met het milieu dan? Nee, mijn pa die boekt het gewoon. Ja, ik heb geen keuze, ik ga gewoon lekker mee. Ja. En hoe zit het bij jou, Julian? Reis jij veel met OV, vliegtuig of auto? Zeker wel, het meeste met het OV. Ja. Vliegtuig heb ik denk ik in totaal 3 keer in mijn leven gedaan. Auto, ja, ik heb zelf geen rijbewijs. Het is lang geleden dat ik in een auto heb gezeten eigenlijk. Ja? Ja. Hoe komt dat dan? Omdat ik het gewoon niet echt meer nodig heb. Nee. Alles wat ik wil doen, fiets ik of ga ik met OV. Met OV heb ik vaak ook een longboard, dus... Ja. Kan je ook gewoon makkelijk overal mee komen. Ik zie hem inderdaad. Ja? Achter de studio. Klopt inderdaad. En waarom is het nou zo leuk dat reizen? Waar ligt het dan aan? Nou, ik vind het, ja... Kan je het een hobby noemen? Ja. Ja, denk het wel. Een beetje nieuwe dingen ontdekken. Mm-hmm. Kijken hoe Nederland er voor de rest uitziet. Of ja, Duitsland, België. Gewoon een beetje een avontuur beleven. Precies. En staat er nog een land op jouw bucketlist? Waar je bijvoorbeeld heen wil? Als je mocht kiezen. Over de hele wereld. Ik zou denk ik wel eens een keer ergens naar Azië toe willen. Een land daar. Ja. Indonesië, China, Japan. Mooie landen. Wat staat er op jouw bucketlist? Is dat Amerika? Is dat Afrika? Spanje? Ja, sowieso eigenlijk wel een keer Amerika. Ik bedoel, je ziet overal voorbij komen. Mm-hmm. Maar dan zou ik ook wel, als ik erin ga, gelijk een goede reis. Dat je ook echt gewoon links naar rechts gaat van naar Amerika. Dat je ook echt wat ziet. En voor de rest andere culturen gewoon beleven. Zodat je ook gewoon leert te respecteren hoe het in ons land is. Want wij hebben het vergeleken met andere landen best wel goed voor elkaar. Bijvoorbeeld landen echt Oosten of Azië. Mm-hmm. Best wel goed voor elkaar. En het is ook een bijzondere cultuur daar. Gewoon daar vriendelijke mensen, daar gewoon een beetje rondreizen lijkt me ook wel gaaf om te doen. En ga je er veel alleen op uit of met vrienden of familie? Waar naartoe? Niet naar Azië, niet wel. Niet naar Azië. Wil je dat op ontdekkingsreis in je eentje bijvoorbeeld? Nee, ik zou dat denk ik wel minimaal met z'n tweeën willen doen. Ja, dat lijkt me wel het leukste. Mm-hmm.
En is het bij jou misschien ook op ontdekkingsreis ooit in je eentje of met een vriend erbij of familie? Ik denk, ja met vrienden zal het altijd wel leuker maken. Mm-hmm. Heb je iemand om gewoon alles mee te delen. Dat is waar. Dingen mee te bespreken. Ja, dat is waar. Ja, in je eentje ben je ook snel verveeld, lijkt me. We gaan het er zo nog meer uitgebreid over hebben. Omdat dit de laatste aflevering is van Gooi Talk, ben ik wel heel benieuwd of mensen deze show überhaupt hebben gekeken. Maar daar kom je op één manier achter. En dat is de straat op gaan. Meneer. Hallo. Meneer. Zouden we een paar vragen mogen stellen voor de televisie? Wat vraag je allemaal? Een paar vragen voor de televisie. Wat zeg je? Een paar vragen voor de televisie. Oké, nou dat is toch altijd goed. Dat is Gooi TV, zie je. Heeft u wel eens ooit gehoord van Gooi TV? Nee. Nee? Nee. Kijkt u dat ook niet? Nee. Nee. Maar net zei u van wel. Jawel. Gooi TV. Okay. Kent u dat? Ja, dat ken ik wel. Ja, fantastisch. Ja, dat ken ik. Heel soms. Heel soms. Tijdens het flippen. Toevallig kom ik er wel eens op uit als ik de verkeerde kant op zet. Ja, Gooi TV, jazeker. Ik kijk er regelmatig naar. Dus wat dat betreft zijn we altijd nieuwsgierig wat lokaal gebeurt allemaal. Wat is uw favoriete programma bij Gooi TV? Journaal. Ik ken niet echt dingen van Gooi TV. Ik heb er wel van gehoord, zeg maar. Ik kan ook wel mensen. Het is niet dat ik er naar kijk. Dus nee, sorry, dat kan ik niet zeggen. Oh, dat zou ik je niet kunnen vertellen. Zoals ik zei, het is tijdens het flippen. Dus ik blijf soms hangen als er iets interessants is. En anders ga ik gewoon weer verder. Ja, daar heb ik geen idee van. Gewoon als het nieuws is over wat er in Hilversum gebeurd is. Dat vind ik wel grappig. Nou, niet zozeer. Ik ben meer altijd nieuwsgierig naar nieuws. Dus het is niet zo dat ik een programma, zeg maar, ambieer. Heeft u ooit gehoord van Gooi Talk? Nee, nooit van gehoord, nee. Nee, ja, ik kom zelf niet uit het Gooi. Dus dan is het ook wel, ik kom meer uit het noordelijke gedeelte van Noord-Holland. Dus dat is voor mij onbekend. Nee. Nooit van gehoord. Gooi Talk. Talk, nee. Dat zegt me zo 1, 2, 3 niet. Nee, dat is mijn programma. Oké. Okay. Dus ja. Oh, nee, ja, sorry, ik ken het echt niet. Ah, dus, sorry, sorry. Nee, nooit van gehoord. Oh, kijk eens aan. Nou ja, de mensen achter me, ja. Die willen nu rijden. Een hele fijne dag. Okay. Zet de muziek lekker aan. Oké, dank je. Tot ziens. Goed, hebben jullie Gooi Talk ooit gezien? Ja, ik heb het wel eens gezien. Ja, vertel. Wat is je mening? Ik heb het wel eens gezien, maar daar blijft het. Wat is je mening? Ja, ik heb het gezien. Ik weet niet meer precies wat het was helemaal. Welke aflevering was je? Ik denk een van de eerste die ik heb gezien. Wat zag je? Jou zitten. Ja, dat weet ik echt niet. Hoe lang is het nu al geleden, joh? De eerste aflevering is ergens begin maart. Nee, 5 april. Ja, dat is al lang geleden voor mij. Dus? Dat weet ik niet meer. Heb jij Gooi Talk al gezien? Of ooit gekeken? Ik zit nu wel aan de schermen. Ja. Dat is wel leuker. Ja. Leuker dan in het echt? Of leuker dan op tv? Nee, voordat ik hier kwam heb ik het even snel bekeken. Niet heel erg gedetailleerd, maar even kijken van hé, wat is dit? Nee, snap. Maar daarvoor heb ik er eigenlijk persoonlijk nog nooit echt van gehoord. Nee? Nee. Nou, wat grappig. Goed, dat gaan we afsluiten. We gaan verder met het onderwerp reizen. Jij reist niet heel veel. Alleen in de zomervakantie. Staat er wat in de zomervakantie op de planning? Ja, mijn vader wil naar Italië gaan. Maar in plaats van... we gaan met de auto, ja. In plaats van dat we daar gewoon in één keer heen rijden, gaan we elke keer, nou wat zou het zijn, om de 400, 500 kilometer gaan we stoppen. En dan gaan we daar gewoon één nacht slapen. En dan kunnen we gewoon de stad zien, dat je ook gewoon nog wat van de reis kan zien. Dus dat maakt de reis ook een stuk leuker. Niet met het vliegtuig, met de auto? Ja, met de auto. Hybride auto. Omdat je dan gaat stoppen op verschillende plaatsen natuurlijk. Ja.
Is dat er bij jou nog wat op de planning in de zomer? Qua reizen, nee. Nog echt nee? Helemaal niks. Gewoon lekker vakantie vieren in Nederland? Dat is wel mijn plan. Gewoon lekker thuis, in de tuin? Ah, niet per se. Gewoon een beetje rond Nederland. Ja. Misschien blijf ik bij een paar vrienden slapen. Strandje pakken. Strandje pakken, ook heerlijk. Mm-hmm. Doe je dat ook? Ik ben de presentator, ik stel de vragen. Ja, maar... Ik ga zelf dit jaar naar Amerika. Ach, gaaf, joh. Ja, naar de Westkust. Met vliegtuig, hè? Ja, met de auto. Nee, met ja, dat is toch jammer, hè? Julian, is er bijvoorbeeld een verschil om op Nederland in de vakantie te gaan of naar het buitenland? Ja, zeker. Ik bedoel, in Nederland ben je gewoon nog steeds relatief dicht bij huis. Stel, er gaat wat fout of zo, of je moet iets doen. Weet ik veel, dan kan je gewoon makkelijk naar huis komen. Nou, als je in het buitenland zit, dan ben je afhankelijk van een vliegtuig en misschien een reis die je teruggeboekt hebt. Mm-hmm. Of een gigantische autorit. Ja. Ben je het er ook mee eens met Julian? Ja, ik vind het buitenland ook leuker. Het is gewoon meer een avontuur. Dan heb je meer echt het gevoel dat je op vakantie bent. Ik bedoel, Nederland is niet per se heel groot. Dus alles voelt daar wel als thuis. Het is eigenlijk overal hetzelfde. Dus bijvoorbeeld ergens anders heen gaat dan Nederland, heb je al bergen. Dan ben je gewoon op vakantie. Klopt. Dus dat maakt het wel leuker. Maar als er wat gebeurt, dan ben je niet dicht bij huis. Nee, heb je verzekeringen voor. Ja, dat is wel waar. Welke vakantie is jullie meest bijgebleven? Is dat een moeilijke vraag? Of? Ik heb geen idee als ik eerlijk moet zijn. In je hele leven? Ja, als dit je leven is? Nee, ik vind elke vakantie wel. Waar zit het dan in? Ja, dat weet ik echt niet. Ja, logisch. Ja. Heb jij een idee? Logisch zou zijn de meest recente natuurlijk. Mm-hmm. En welke landen hebben jullie ooit bezocht? Best wel, ja, maar bezocht als echt vakantie of gewoon dat je erin bent geweest? Dat je erin bent geweest. Een paar noemen. Ja, dan wel wat meer Duitsland, België, Luxemburg, Frankrijk, Spanje, Italië, Griekenland, Turkije. Ja, ik weet niet eens allemaal. En buiten Europa? Slovenië. Slovenië. Lino. En buiten Ja, Turkije valt half erbuiten volgens mij. Nou ja. Het ene deel wel, het andere deel niet, maar nee, in principe. Nee. Niet nog, zou je dat wel willen? Ja, toch? Ja, nee, dat zeker. Je zei net Amerika. Klopt. Komt dat er nog wel ooit van? Als de prijzen weer iets omlaag gaan, dan wel, ja. Heel goed. Dat lijkt me erg gaaf om te doen. En welke landen heb jij bezocht, Jan? Ja, een beetje de omgrenzende. Duitsland, België, Luxemburg, Frankrijk, Spanje, Portugal ook. Mm-hmm. Engeland, Wales. En volgens mij was dat hem. Ja. Denk ik, ja. Goed. Bedankt voor dit gesprek. Ik wil jullie ontzettend bedanken dat jullie naar de studio zijn gekomen. Vonden jullie het leuk? Ja, dat zeker. Ik heb het aan mijn weer gehad. Ja, jij ook? Goed. Voor nu, gooi het ook erop. Ik heb 4 fantastische afleveringen mogen maken. Ik wil Ruud Bochart ontzettend bedanken dat ik dit programma mocht maken op Gooi TV. Tom Boer en Maurits van Beek. Wil ik ontzettend bedanken voor het filmen en de ideeën. Lisbeth Sigersma voor de gastideeën en als laatste de kijker, u. Heel erg bedankt voor het kijken naar Gooitalk. Want jullie zijn het belangrijkste natuurlijk. Voor nu de laatste keer, dat is mijn tekst niet. Oh, hier staat mijn tekst. Oh, wat gebeurt hier? Gewoon doorgaan. Wellicht zien we elkaar terug op de nationale zender, maar zover ben ik nog niet. Voor nu een hele fijne dag en tot ziens.